En D66, Kaag zei je al, die verwacht je niet terug. Is het dan automatisch Jette die daar de kar gaat trekken? Ja, dat denk ik wel. Omdat Jette het wel goed gedaan heeft, toch? Ik dacht dat men algemeen tevreden was over Jette. Ja, behalve op Twitter, maar goed. Daar is maar één persoon die daar echt goed scoort. Dat is Satan zelf. Voor de rest wordt het allemaal niks. Maar is Jette er klaar voor? Want hij heeft juist Kaag naar voren geschoven omdat hij zei, ik ben er zelf nog niet klaar voor een paar jaar. Nou, volgens mij heeft hij een vrij competente indruk gemaakt. Ik heb geen idee hoe oud hij is, maar als je het goed wil doen. Begin 30, denk ik. Als je echt een grote carrière wil bouwen, moet je vroeg starten. Dat is een enkeling die natuurlijk als bejaarde nog iets tot stand brengt. Maar in principe moet je in de politiek vroeg starten. Oké. En het feit dat hij natuurlijk klimaatminister is geweest. De D66 had dan natuurlijk ook heel veel zin in om dat verder uit te voeren. Hè? Dus dat nu niet meer. Vandaar al die klachten in VVD-kring. Want wij voeren de D66. Ja, waarom? D66 heeft een agenda. En de VVD heeft helemaal geen agenda. Ja, dat is natuurlijk. Dan ben je natuurlijk leven jezelf. Daarom ben ik ook heel benieuwd dat als de VVD mikt op een ultra-rechtse coalitie à la wat we ooit in 2010 hadden, mag ik ook Rutte nog eens herinneren aan het volstrekte échec van zijn eerste kabinet. Toch eens over nadenken.